Dit is Labyrinth. Hier is uw presentator, Peter-Jan Rens. Hallo allemaal. Hallo. Hey, u twee, hoor. Oké. Ja. Dank je wel. Dank u wel, dames en heren. Dank u wel, dank u wel. Dames en heren, goedenavond. Hartelijk welkom bij... Labyrinth. En hier is het eerste... Hallo. André en Jeannette. Dank u wel. André en Jeannette al voor de derde keer, de laatste keer. En nieuw, Yvonne en Sandra, kijk daar! Hallo, Yvonne en Sandra. Hallo. Goh zeg. Nou, hey, wat zijn jullie van elkaar? Jullie zijn een koppel? Zusjes. Zusjes. Ja? Ja? Ja, echt. Hoe lang al? Ik 26 en zij 19. Van elkaar. 21. Oh. 21. Oh. 21 en jij 26. Dus jij was er al een paar jaartjes eerder. Ja. Ja. Yvonne, wat doe jij? Ik ben verpleegkundige op kraamafdeling. In Arnhem. Ja. Dat dus een heleboel babytjes. Ja. Leuk, heleboel. Hè, heleboel. Ja. Wil je zelf laten kinderen? Ja. Dus het is, heeft je niet afgeschrikt? Nee. Ja. Sandra? Ik ben receptionist en informatrice bij een heel leuk bedrijf in dakmaterialen in Nijmegen. In dakmaterialen? Ja, in dakmaterialen. Ja. Mag je de naam niet van zeggen? Nee, helaas niet. Wat zijn je hobby's, Sandra? Van alles wat, vooral lachen. Dat is een hele grote hobby voor lachen. Mij. Ja. En heel erg veel praten en kletsen. Zo. Ja, leuk. Yvonne, wat heb jij? We zitten samen op fitness. Ik zit paardrijden. Maar, ja. Maar het lijkt wel of jullie zo vriendinnen zijn. Ja, best wel. Ook we gaan ook samen op vakantie en jawel, dat klikt aardig. Ja. Ja. Nou, zusjes, vriendinnen, Sandra en Yvonne, succes! Oké, dank je. André en Jeannette. Voor de derde keer en voor de laatste keer. De laatste keer, ja. Zeg voor de laatste keer dat de mensen van jullie mogen genieten, want er zit een maximum van 3. Ja. Jeannette, je vader. Prachtige kerel, hè? Ja. Laat hij je nog wel een beetje vrij? Ja, ik woon niet meer thuis, hè, dus je kan je gang gaan. Oh, waar woon je dan? Ja, ik ben vorig jaar getrouwd, dus dan kan je lekker je gang gaan. Waar kom je nu vandaan? Waar? Ik woon nu in Alphen aan den Rijn. En jij? Ik woon in Maassluis. Ja, een sleepbootkapitein. Moet je in Maassluis wonen natuurlijk. Ja. Jij doet met honden veel dingen. Trainen enzovoort. Heb je nog meer hobby's? Ja, wij gaan elk jaar skiën. En daar zit ik nu ook voor op de skigymnastiek. Misschien straks je ski pakken? Misschien wel, ja. Van tuinieren houd ik heel veel. En lezen. Ja, allerlei dingen eigenlijk wel. Ja. Veelzijdig interesse. André, kapitein, heb jij nog tijd voor hobby's? Ja, als ik thuis ben, dan ga ik altijd naar de voetbal. Ja? Bij Excelsior. Excelsior is jouw clubpie? Ja, inderdaad. En dan na de wedstrijd dan het Rad van Avontuur. Doe jij altijd het Rad van Avontuur? Geweldig. Ja, dat is hartstikke leuk, joh. Ja, dat zie ik. Nou, oké. André en Jeannette voor de laatste keer. Succes! Dankjewel. Oh, prachtige, machtige computer. Wie mag er beginnen? Is het blauw of is het rood? Ah, en het is bloot. Rood, ja. Sandra en Yvonne, jullie mogen beginnen. Waar ga je naartoe met het happertje? We gaan naar links. Naar links. Naar beneden. En naar beneden. Jullie gaan een komisch fragment zien en daar ga ik direct een vraag over stellen. Let op, hier komt dat komische fragment. Oké. Oh. Nou. Oké. Okay. Right. Oh, oh! 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 Dat is te hard, dat is te hard! Oh!
Ja, een vraag om hem nog één keer te eren. Wie was dat? Tommy Cooper. Tommy Cooper, ja, helaas de vroeg overleden. Poortje gaat open. Voor 25 gulden, waar gaan jullie naartoe? We gaan naar links. Ja? En we gaan naar beneden. En naar beneden. In de wielersport komt de term vals plat voor. Wat betekent dat? Dat je heel schuin naar boven gaat, maar dat je het eigenlijk niet ziet. Ik vind dat perfect geformuleerd. Dankjewel. Ja, is goed. Poortje gaat open. Waar ga je naartoe? Naar links. Ja? En naar beneden. Ah, maar jullie hebben 160 gulden voor het rode team en 0 gulden voor blauw. Blauw, jullie zijn aan de beurt. Wij gaan naar rechts. Wij naar rechts, ja. En we nemen dat poortje. Ja, daar komt Joyce met een hond, dames en heren. Hey, Joyce. Ah, kom maar. Ah, kom maar. Hey, Jeanette, jij hebt steeds de honden, hè? Ja, ik heb steeds de honden. Oké, dit is weer een kruising. Ja. Hij heet Rakker. Of zij... Ja, nou ja, hij heet Rakker. En noem eens één van de twee die erin zitten. Lijkt wel een beetje pitbullkop. En een herder. Ja, nou... Nou, ik wil het nu horen. Ik wil... Je zit hem... Wat doen we? Eén antwoord, het is goed. Je zei herder voor de dingeste, hè? Ja. Ja, er staat een Mechelse herder in, dat is goed. Herder. Ja hoor, een Mechelse herder en een... wat zit er nog? Ik zal even kijken wat er nog meer in zit, hoor. Dat moet ik even kijken. Er staat ook nog in een bokser. Een bokser. Dat was een beetje dat breien van die pitbull. Ja. Ja, dankjewel, Joyce. Oké. Okay. Oh, hij glijdt helemaal uit. Ja. Oké, okay, we gaan door. Het poortje gaat open. Het herder was goed gezegd, ja? En waar gaan we naartoe? We gaan naar links. Naar links, ja. En dan helemaal naar beneden. Ja. Wat kreeg koningin Wilhelmina in 1898 als inhuldigingsgeschenk van de Amsterdamse burgerij? Ja, de Gouden Koets. De Gouden Koets is goed! Ja! Oké, poortje gaat open. Waar gaan we naartoe? We nemen dat poortje. Hier komen Hepi en Hepi. En jullie moeten het afmaken. Daar komt hij. Ja, Hepi en Hepi. Je niet dat ik nog van je hou. Lig op mijn kussen stil te dromen. Mijn liefste, ik blijf je altijd trouw. Steeds trouw. Ik vind het goed. Ja. Het was altijd trouw, steeds trouw. Ja, goed hoor, perfect. Oké, okay. Poortje gaat open, waar gaan we naartoe? We gaan naar boven en we nemen dat poortje. Ja. Wie was de auteur van het boek Perestroika? Mikhail Gorbachev. Is goed, Gorbachev. Ja, Barbie. Poortje gaat open. Ja. Waar naartoe? We gaan naar boven. Ai, verschrompeld. 300 gulden voor blauw. 160 gulden voor rood. Rood is aan de beurt. We gaan naar links. Links. Links? Ja, de zenuwenspiraal. Oh jee. Sander, Yvonne. Yvonne, ga jij het nemen? Ja. Oh, dankjewel, Joyce. Daar staat hij weer. Nou, wat gaan we doen? Deze kant? Ja. Oké, okay. Tot hier? Ja. Ja? Oké, okay. Zet hem aan het begin. Licht uit, spot aan. 30 seconden de tijd en je tijd gaat nu in. Je gaat open. En waar gaan ze naartoe? Naar links. Naar links. Wat is in Japan de benaming voor Japan? Wat is de Japanse benaming voor Japan dus? Weet jij dat? Nee. Zou niet weten. Japan? Ik weet niet. Nippon. Nee. Nippon. Ah. Maar 225 gulden voor rood, 300 gulden voor blauw.
Blauw is aan de beurt. En wij gaan naar beneden. Naar beneden. Nog een stukje naar beneden. Nog een stukje. En kijk, ik heb twee gasten. Kijk, daar komen ze. Geef ze een applaus. Hallo. Jullie komen nu maar hier staan. Ja, kom maar staan. Zo, meestal. Hallo, hoe heet jij? Julia. En hoe heet jij? Ellen. En hoe oud ben jij? 10. En jij? Ook 10. 10. Twee tienjarigen, met z'n tweeën zijn ze 20. Ja. En zij komen dus uit een provincie. Oh, dan mag het niet verklappen natuurlijk. En de kleding is typisch voor die provincie en ze gaan ook iets doen. Let op. Als de klok van welkom thuis. Voor ons allen. Uit Arnhem. Provincie? Uit Arnhem-Uiden. Zeeland. Arnhem-Uiden. Is Zeeland goed? Ja. Ja, dat is goed. Fantastisch. Okay. Dankjewel. Hartstikke goed. Wat ga je nog in je zak pakken? Wat is dat? We hadden nog iets aandenken. Oh, dat zijn babbelaars. Dankjewel. Heerlijk. Hartstikke goed zeg. Nou, heerlijk. Dan deel maar even uit. Dankjewel. Okay. Applaus voor deze twee prachtige kinderen. Zo. Nou, het poortje gaat open voor 25 gulden. Waar gaan we naartoe? We gaan naar beneden. Nog een stukje naar beneden. Ja. Dat poortje. Wat is een hypochonder? 10 seconden, kom op. Ja. Gonder, dat heb een... Ja. Ik weet het echt niet. Zo. Ah, dat is iemand die voortdurend met zijn eigen gesteldheid bezig is. Die denkt dat hij ziek is en alles zwaar maakt. Oh. Maar ben ik niet dus. Nee, dat zijn jullie ook niet. Oké, 375 gulden voor blauw, 225 gulden voor rood. Rood is aan de beurt. Kom op, rood. Hetzelfde poortje. Ja, jullie zien op je monitor een woord. Alle klinkers zijn eruit weggelaten. Jullie moeten de klinkers weer terugbrengen en zeggen welk woord het is. Hier komt het uitgeklinkerde woord. 10 seconden. Keukenhulp. Keukenhulp? Keukenhulp is goed. Het verklappert je nu al. Ja hoor. Oké, we gaan door. Waar naartoe? We gaan naar links. Ja? Naar links. Naar links. Naar links. Naar links. Naar links. Oei, 330 gulden voor rood. Je hebt een beetje pech. 375 voor blauw. We nemen hetzelfde poortje. Goed. Hoe heet een Mexicaans dubbelgevouwen hart, mais, pannenkoekje? Taco. Taco, taco is goed! Ja! Ja hoor. Poortje gaat open. Waar gaan we naartoe? We gaan naar boven. Ja. In een bepaalde stad rijden er al 40 jaar trolleybussen. Je weet wel, die gaan zo met stroom. Welke stad is dat? Dat is zo een... Waar is dat? Kom op, kapitein. Singapore. Singapore? Nee, Bangkok. Nee. Arnhem. Arnhem. Ah, ja, daar kom ik nooit. 34 voor blauw, 33 voor rood. Rood is aan de beurt. Singapore. Naar boven. Naar boven, helemaal mooi. Opzij, opzij, opzij. Ja, opzij, opzij. En dit poortje? En nu? Dit poortje. Ja, naar beneden. Goed. Kijken naar een sportfragment. Ik ga er direct een vraag over stellen. Hier komt dat sportfragment. Ging er mij veel gelopen. Dat hij maar eerste in baan 4 zit. Zijn derde duel met Forster. Kingdom. Nog altijd. En neer zou je haast zeggen. Kingdom. Jackson. Campbell. Forster. 12. 90. Een wereldrecord dus. Een wereldrecord. Het kon eigenlijk niet uitblijven. In 1981 werd hier 12.93 gelopen door... Ja, 12.93 werd in 1989 gelopen. Was in Zurich, Roger Kingdom, verbrak het wereldrecord. Hoe lang is die afstand van dat horde lopen? 100 meter. Oh nee. 500. Nee, 110 meter. Ah, oh, 330 gulden voor rood, 420 voor blauw. Blauw is aan de beurt. Ja, hetzelfde poortje. Ja, hoe wordt de Britse vlag ook wel genoemd? Kom op, kapitein, dat moet je weten. De Britse vlag. De Britse Union vlag. King. Of Union Jack. Ja. Union Jack. Ja, je zei Union King en ik kan het niet goedkeuren. Als eerste antwoord is het fout. Ja. Ah, het was Union Jack. Ja. Dat was echt... 420 voor blauw, 330 voor rood. Rood is aan de beurt. Hetzelfde poortje. Wat is de hoofdstad van Albanië? Oh...
Ankara. Ankara is fout, het is Tirana. Ah, 330 rood, 420 blauw. Blauw is aan de beurt. We nemen weer hetzelfde poortje. Jullie zien op de monitor direct een dik bruine stein rebus verschijnen. Aan jullie de taak om te weten welke sportman er wordt uitgebeeld. Let op, je hebt 10 seconden de tijd. Hier komt die tekening. Kom op, je moet komen. Kom, kom nou. Van Basten. Van Basten, ja. 24 blauw, 330 rood. Kom op, rood. Nogmaals hetzelfde poortje. Wat betekent wc, de afkorting voor toilet? Waterclozet. Waterclozet is hartstikke goed! Ja! Je dacht dat het niet waar was, hè? Oké, we gaan door. Poortje naar links. Open. Waar naartoe? Oh, sorry, naar rechts. Nou kan het niet meer. Naar beneden. Naar beneden. Ja? Jullie krijgen een fragment te zien uit de speelfilm Honey, I Shrunk the Kids. Ik heb altijd moeilijk met mijn Engels. Maar goed, ik ga er direct een vraag over stellen. Hier komt die speelfilm. Hang on, Nicky! Mark, what's gotten into you? Dad! I think he just misses the kids. Dad! I'll tell you, their size. That backyard is like 10 miles. Giant blades of grass. Huge insects. It's a jungle out there. They're gonna head right for the house. Probably right. Honey, I Shrunk the Kids. Rick Moranis als verstrooide professor. Hij speelde al eerder in 2 films waarop geesten werd gejaagd. Hoe heette die film? Ghostbusters. Ghostbusters 1 en 2 is goed, ja hoor. Dan word je van overwijzen in de gulden. Waar gaan we naartoe? Naar beneden. Naar beneden. Uit welk land komen de Rolling Stones oorspronkelijk? Engeland. Engeland is goed, ja, de Stones komen uit Engeland. Poortje gaat open. Oh, de confrontatievraag. Oh, jullie mogen pas voorbij het blauwe koppel als je deze vraag goed weet te beantwoorden. In 1930 werd het eerste... 1930? Werd het eerste wereldkampioenschap voetbal voor landenteams gehouden. Wie won deze wedstrijd? Brazilië of Uruguay? Gok er maar, hè? Brazilië. Uruguay. Rotte vragen. Poortje blijft gesloten. 475 voor rood, 420 voor blauw. Blauw is aan de beurt. Het is spannend, jongens. Wij gaan terug naar beneden. Ja? We gaan naar rechts. Naar rechts. Happen, happen, happen. Happen, happen, happen. Happen, happen, happen. Happen, happen, happen. Happen, happen. Ja? Happen, happen. Door, door, door. Doorgaan. Door. En dat poortje naar boven. Ja. Oh, verschrompeld. 530 naar boven. Gelden. Ja. Voor blauw. Ja? Oei. Naar rechts. Naar rechts. Door. Door. Stop. En nou naar beneden. Oh. 495 om 530. Oh, het is afgelopen. Dat betekent, oh! Wat een verschil, zeg. 495 gulden voor het rode team. En André en Jeannette hebben met 530 gulden voor de derde keer gewonnen! Yvonne en Sandra. Ze zijn onverslaanbaar bij mij. Ja, ze zijn best goed. Ja. Gefeliciteerd. Drie keer scheepsrecht, ja. Maar jullie hebben in ieder geval dat bedrag van 495 gulden. Maar er zaten een paar rare vragen tussen. Ja, best wel. Maar dat weet je niet bij wie die vragen komen natuurlijk. Nou, niks te doen, dat was hartstikke leuk. Ja, vond je toch leuk? Je neemt me niet kwalijk dat je... Echt niet. Ik krijg zo'n schuldgevoel namelijk. Oké, kom op met die bloemen, Joyce. Kijk, alsjeblieft. Dankjewel, Joyce. Alsjeblieft, jullie krijgen bloemen. Dankjewel, Joyce. En jullie krijgen elk zo'n camera. En dan maak ik even een foto. Als de groep even een beetje bij elkaar wil, ja? Even bij elkaar, ja. En lachen, dan zet ik ook dat zo. Ja, en hupsakee. Alsjeblieft. Bedankt. Nou, het winnende publiek krijgt niks. Oh. Ja. En wat krijgt het verliezende publiek? Spiraal. De spiraal, ja. Is een beetje gemeen, is een beetje gemeen eigenlijk. Want... Dat winnende publiek, dat zit er namelijk voor de laatste keer. Zullen we ook een spiraal doen? Oh, ja. Het winnende publiek krijgt ook een spiraal, alsjeblieft.
Yvonne en Sandra, dankjewel. Oké, André en Jeannette. Dan gaan we weer voor de derde keer. Ja. Jullie hebben al een midweek. Ja. Ja. De eerste keer is het labyrinth niet gelukt. Nee. De tweede keer sprong je in mijn armen. Ja. Heb je nog pijn in je rug? Twee dagen rugpijn. En dan gaan we drie keer in scheepsrecht. Gaan we het proberen. Ja. Ja. Jullie hebben nu al een bedrag van 530 gulden. Plus al die anderen erbij opgeteld, kom je bijna op 2000, denk ik. Hè? Ja. Jeannette had de kans. We hebben aardig wat. Ja. Zullen we eens kijken wat jullie kunnen krijgen als je in het midden komt? Let op, ja. Daar komen ze. De allerkleinste portable computer ter wereld. Handig om mee te nemen, zo groot als een goed boek en werkt op batterijen, ook op het lichtnet met DOS en bytes. Voor allebei zo'n kleurig skipak. En het is warm, het is heel mooi. En daar is dat midweek arrangement voor het hele gezin. Goed als je een groot gezin hebt. In een bungalow met een subtropisch zwembad enzovoort. Een complete dierenencyclopedie op video, 18 delen. Dieren van de hele wereld. En hier is hij weer, die fleurige schoonmaakmachine. Ja. En hier is dat hele shot met alles erin. Noem je een shot, hè? Alles bij elkaar. Ja. Dus als je een beetje indruk wil maken op iemand, zeg je, dat is een leuk shot. Dat doe ik altijd. Ja. wat nemen jullie? We proberen de schoonmaakmachine maar. Die schoonmaakmachine? Ja. Maar dat, waar komt die dan te staan? Nou, als ze bij mij thuis nodig is, kon zij het doen. Zo. Dat is aardig uitgediend. Goed. He? Wie blijft er achter de computer? Nou, ik blijf hier weer staan. Jeannette weer. We gaan het voor de derde keer proberen. Ja, André, kom met me mee! Kapitein! Ja. Voor de derde keer. Het is één keer gelukt. Eén keer mislukt. En nu de derde keer. Nou, trek je laarzen maar aan, schipper. Ja. Maar het kan hoog water worden. Het kan hoog water worden. Het is een moeilijk labyrinth. Het is hetzelfde labyrinth als waar we net in gespeeld hebben, maar ik zag dat het moeilijk was. Veel keren. Oh. Ja, maar ik mag verder niks zeggen. Nee. Want je dochter zit daar in top. Ja. Zie je ons, Jeannette? Hallo, ik zie jullie. Zie je ook het labyrinth? Ja, ik zie Heb je de oplossing? Ja, ik denk het wel. Hij is moeilijk, hè? Hij is moeilijk, ja. Ja. Zullen we gaan proberen? We gaan het proberen. Okay, 5 seconden straftijd. Elke keer als je de randen van het labyrinth aanraakt met die gele laarzen. En in totaal hebben jullie 2,5 minuten tijd. Jeannette, als het goed is, staat jouw vader nu aan het begin van het labyrinth. Hij staat prima daar. Goed. Concentreer je. Jongens, jullie tijd gaat nu in, succes. Naar voren, naar voren, naar voren, naar voren, naar voren. Klein stapje naar links. Klein stapje doen. Nou, ietsje naar voren en recht, stop. Rechts opzij. Rechts opzij. Klein stap, stop. Naar voren, naar voren, naar voren, naar voren, naar voren, naar voren. Stop. Rechts opzij. Rechts opzij. Rechts opzij. Rechts opzij. Klein stapje nog rechts opzij, nog een klein beetje. En naar voren, naar voren, naar voren, naar voren, naar voren. Naar voren, naar voren, naar voren, naar voren, naar voren. Rechts opzij, rechts opzij, rechts opzij, rechts opzij. Klein stapje, ja, ietsje naar achteren nu. Klein stapje naar achteren, stop. Voorzichtig met je rechtervoet en een kwartslag naar rechts. Ja, goed zo. Naar voren, naar voren, naar voren, naar voren, naar voren, naar voren. Ietsje sneller gaan. Naar voren, 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 naar voren. Stop! Een kwartslag naar links. Pas op voor je linkervoet. Ja? Links. Voorzichtig. Ja? Nou, een ietsje klein stukje naar rechts. Naar voren, naar voren, naar voren, naar voren, naar voren. Klein stukje naar links. Klein stukje. Naar voren, naar voren, naar voren, naar voren, naar voren, naar voren, naar voren. Klein stukje. Stop. Naar links opzij, links opzij, links opzij, links opzij. Stop. Nu een halve slag naar links. Halve slag naar links. Draai je maar, draai je maar. Ja, ietsje naar links nog met je andere voet. Links. Ja. Recht. Naar voren, naar voren, naar voren, naar voren, naar voren. De bocht om, naar de bocht om. Lopen, lopen. Kom. En vlieg niet zo. Wat jammer nou. Je zat er bijna. Kom op naar je dochter. Wat geeft het?
Ik vond het een verschrikkelijk moeilijk labyrint. Ja. Was eigenlijk, ik vond het heel knap dat jullie zo ver waren gekomen, hoor. Ja, zeker. En je hebt toch dat midweek arrangement van de vorige keer. Leuk. Wat zou je nu krijgen? Nou, schoonmachine. Ah, is niks, is niks. Nou, komt ze het zo doen. En jullie hebben in ieder geval nog 530 gulden erbij. En Sandra en Yvonne, die zien we volgende week niet meer terug, want die hebben we niet verloren. En deze zijn voor de derde keer, dus de volgende keer beginnen we met verse koppels. Dus je kunt nog voor het laatst deze kapitein met zijn dochter zien. En volgende week, Labyrinth, twee verse koppels bij de Varen Nederland 1. Tot ziens, dag allemaal! Ja.